I remember sitting with my mother and my sister once on our couch in the living room, and I had played in the attic once and come across some letters that were written to my mother referring to Mr. Oswald, and I wasn't sure who Mr. Oswald was. And I remember my sister and myself sitting with my mother and discussing this man Oswald, and my mother just told me that that was my father. And as I grew older and went to school, I learned more about who exactly Lee Harvey Oswald was. Yes, but what is it like to grow up with one of the most, let's say, stigmatized names in American history? Because that's what one can say, it is a very stigmatized name. Growing up as this man's daughter, you know, there is a stigma attached to this name. I don't use his name in my personal life because of that, because he's so known throughout history as being the, you know, lone assassin of John F. Kennedy. So I've had to learn how to deal with that. I've had the local news teams, I remember, following us to school, you know, riding behind our bus trying to get pictures of us, and just different people in the community always trying to get a look at, you know, my sister and myself, and trying to get information about us. You're not, let's say, an assassination researcher, but what's your theory on what happened 28 years ago in Dallas? I don't have a theory. That's a big misconception, I think. Most people that meet me assume that I'm a very militant theorist, ready to prove my father's innocence, and that's not true at all. I just feel that because I'm a young woman, I don't have children yet, but I plan on it. I don't want my kids to have to go through what my sister and I had to go through, in that they would sit in a classroom and listen to the story about this lone lunatic that killed our nation's president. But suppose there comes a moment when there's definite proof of your father's innocence. What difference would that make to you? Would it be an enormous difference for your life? Well, suppose there's proof that there's definite evidence about my father's guilt as well. I've often told people I can accept the fact that my father's guilty or innocent if the evidence proves that. Yes, but what do you think? Can one expect a firm, definite answer within, let's say, a reasonable term now? Well, will there be an answer? I don't know. I would hope so. I would hope that this would at least be, I can't really say solved, but closer to the truth before my mother's lifetime ends, because she is the one that I think has really had to carry this. Yes. Now, every year in November, the Kennedys see their father being gunned down on television. These images are shown over and over again, millions of times. But you also see your father being shot in so many TV shows. Is that still painful for you? Do you have a special reaction when you see your father in these black and white images? I think that's kind of interesting that you asked. When I was younger, it almost didn't affect me at all. But I think now, as I learn more about him, it's painful to me to see that this is my flesh and blood that is the only murder on television that was ever televised. Yes. Final question. Have you ever spoken to your mother about the possible motive your father might have had to do this, to shoot the President of the United States? Was there a motive? What did she say? My mother doesn't think that Lee is guilty. And she has come to this conclusion after many painstaking years. She, I think, feels very comfortable with the belief that Lee was framed. I think if Lee is guilty, he is one of many people that are guilty. You know, in the history books, they never use the words alleged or accused. It's written here in the text that this is the man that committed this crime. That is because of the Warren Commission report, that is the official document. And I just feel that this should be proven beyond a shadow of a doubt. If it's not, and they should discuss both sides of this in the history books. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Rachel Oswald. Thank you, Ivo. Goodbye, Holland.
Ik heb het al eerder gezegd, het is tegenwoordig een hoge uitzondering wanneer je een internationale top 10 hit live in je programma kunt krijgen. Want sinds de uitvinding van de videoclip sturen de meest succesvolle popmuzici hun clipje over de wereld en blijven verder thuis met de hand aan de kassa zitten. Alleen daarom al is het elke uitzondering op die regel iets moois. Vanavond bij ons een 18-jarige Amerikaanse. Ze zingt al vanaf haar derde. Ze was zeggen en schrijven 8 jaar toen ze swingend en wel te bewonderen was in een commercial naast niemand minder dan Ella Fitzgerald. Vanavond bij ons met haar wereldhit I Love Your Smile, Shanice. We nemen u mee naar Antwerpen. We gaan naar een hele bijzondere dokter. Hij werd 57 jaar geleden geboren in het Afrikaanse Zaïre. Op zijn 33ste kwam hij naar Europa. En hier is hij op weg naar zijn dagelijks werk. Hij kwam hierheen om zijn studies voor te zetten. Hij studeerde, zet u zich maar even schrap, Afrikaanse en klassieke taalwetenschappen, maar ook filosofie en theologie. Hij behaalde een doktorsgraad in Leiden en werd pater en pastoor in deze grote Antwerpse kerk. Een zwarte pater die opereert in het hart van het racistische Antwerpen, waar ruim 1/3 van de bevolking stemde op het Vlaamse Blok, de politieke partij die racisme propageert en vindt dat alle buitenlanders eigenlijk het land uit moeten. Pater Damase, een man, u ziet dat, met 2 culturen in zijn parochie. Hij werd door zijn kerk uit het voormalige Belgisch Congo uitgezonden naar Vlaanderen. Deze pater met, u zult dat zien, een heel eigen, hartverwarmende stijl. Niet voor niets heeft hij de bijnaam de lachende pater.
In deze egalitieviering zullen wij ook de Nederlandse televisie welkom heten. En daarom zijn ze gekomen in het kader van trots, een trots opname. Wees van harte welkom. Ik zal soms een traantje laten vallen, maar dat zijn de tranenbuizen die verstopt zijn. Over persoonlijke stijl gesproken. Na afloop van de dienst geeft hij iedereen een hand en hij klapt ook nog even voor ze. Tot ziens, mama. Hey, hey, hey. Vous avez baptisé? Quand? Quand? Mais je ne sais pas. Hey. Hé? Hé? Is de naam nog? Kom eens naar bij. Oh, kom toch. Oh, niet bij Anna, kom. Een swingende zijrezen pater in Antwerpen. Pater Nedembe Damase. Ik wou zeggen, dat kindje is niet van mij. Ja, want in Zaïre geloven ze niet zo in het celibaat, hè? De mensen in Zaïre geloven niet zo dat het celibaat bestaat, hè? Die vertrouwen paters niet zo. Nou, 100 jaar geleden, maar nu zouden ze allemaal celibatair willen zijn. Ja. Ja, je weet het. Hoe is u daar, meneer Ivonie of zo? Ja, ongeveer. Ah ja. Ik dacht Joop van Zeel of zo. Ja. Dat is het wonderlijke aan u. En daarom heeft u ook de bijnaam de Lachende Paat. Ik ben even. We moeten het klaar krijgen in 10 minuten nu. Jawel. Nee, maar omdat u na elke zin moet lachen, heeft u de bijnaam de Lachende Pater. U lacht na iedere zin, hè? Maar ik heb daar de zin in. Zullen we toch proberen om een soort gesprek op te zetten met elkaar? Of is dat... Graag. Ja? Is wel de poging waard. Nou, in Zaïre was u hulppriester, hè, jarenlang. Als u nou die twee werelden vergelijkt, de kerk daar en de kerk hier, is het hier dan niet verschrikkelijk saai? Nou, saai misschien niet, maar er is wel een groot verschil. Ja, natuurlijk, je hebt mee te maken met... hier... hier met een witte kerk en daar met een zwarte kerk. Ik kan er niks aan doen, hoor. Sorry. Maar moet het in die kerk niet wat uitbundiger? Moeten we niet dansen? Moeten we niet meer swingen in die kerk? Is niet dat iets wat u moet brengen? Het is wel zo dat dansen enzovoort, dat zijn morfologische kenmerken. Wat is dat, morfologische kenmerk? Wat is dat? Het wil zeggen van uiterlijke viering, uiterlijk waarneembare kenmerken. Maar het bidden en het vieren gebeurt vooral, omdat het gaat om een godsdienst, gebeurt vooral in het hart. En de mensen bidden echt. Maar ik moet wel zeggen, ik moet wel toegeven, dat de mensen uitbundiger zijn als ze in een café zijn dan in de kerk. Het is natuurlijk hier een soort hyperrationele maatschappij. Alles is gemeten. De tijd ook. Ik heb daar last mee. Ja. In het begin moest ik preken 10 minuten. Maar in onze begrippen in Zaïre, een priester die 10 minuten preekt, die heeft zijn preek niet voorbereid. Ik moet elke keer weer om u lachen, hoor. Sorry. Je moet preken tenminste een half uurtje. Ja. En dan weten de mensen, ja, die priester heeft een preek voorbereid. Zoals u dat zegt, een half uurtje uit uw mond, dat klinkt echt. Ja. Uw inwijding was wel een heel groot feest, hè? Daar kwamen de Belgische bisschoppen. Dat was heel officieel, hè?
Dat was een feest. Inderdaad, ja. Het is 3 jaar geleden dat de monseigneur de bisschop van Antwerpen in het kader van de katholieke kerk, de kerk is katholiek en zo, nodigt de bisschop mensen van alle rassen, alle landen, alle volkeren, dat is de kerk, om samen de katholiciteit van Vlaanderen te vieren. Samen. Dat was een mooi feest. Dat was een mooi feest, ja. En ik had zelfs toen een bloemetje gekregen. Ik heb dat bloemetje getoond. Ik heb ook een mopje. Maar ja, dat was een primeur. En een primeur mag je nooit herhalen. Waarom niet? Ik had zo gezegd, ja, meneer de bisschop, door van mij herder te maken, verliest u uw beste zwarte schaap. U spreekt zo voortreffelijk Nederlands, hè? U heeft zelfs nog in Leiden gestudeerd. Was het moeilijk om goed Nederlands te leren voor iemand uit Afrika? Ik was al begonnen. Ik ben in 1958 gekomen in België voor mijn theologie in Leuven. En die theologie heb ik in Nederlands gedaan. Ik ben lid van de Paters van Scheut, missionarissen van Scheut. En die congregatie is nu eenmaal een Vlaamse congregatie. En dan later ben ik gekomen in Leiden, 6 jaar voor mijn doctoraat in taalwetenschap. En natuurlijk, je krijgt de taal, maar ook een beetje een kieskop. Zal ik daar maar verder niet naar vragen dan. Maar, nou, ziet u dan, u heeft zowel in België als hier gestudeerd, ziet u dan verschillen tussen Vlamingen en Hollanders? Ja, dan bent u even stil. Hè? Ja, ik mag de Vlamingen niet verraden, want ze zijn aan het kijken. Ja. Maar er zijn twee zeer, zeer edelmoedige volkeren. Nederlands en Vlaams volk. Die zijn scheutig, die geven heel veel. Dat is waar. Nou, even naar het punt waar ik in de inleiding het al over had. U woont in het hart van langzamerhand het meest fascistisch en racistische deel van België. Dat wil zeggen, 1/3 van de bewoners van Antwerpen heeft gestemd op het Vlaams Blok. Die zeggen, alle buitenlanders moeten het land eigenlijk uit. Maakt dat het werken voor u moeilijker? Ik moet zeggen, zo te zien niet. Ik denk dat dit ideologisch, optreden met de kiezingen, dat het een misnoegen was. Maar ook natuurlijk, er is daar een fout. Ik heb het gezegd, ja, kijk, niet zulke leuzen gelijk zijn eigen volk eerst. Maar als christenmensen moeten ze durven zeggen, zoals je je eigen volk lief hebt, moet je ook de andere volkeren lief hebben. Ja, want die leuzen zijn dus eigen volk eerst en vreemd gespuis buiten. Ja, dat is natuurlijk als leuzen, dat zeg ik ook, kan ik dat niet aanvaarden. Dat is, want in hun ogen bent u eigenlijk ook vreemd gespuis. Ja, misschien in sommige, maar ze zeggen het niet. En ik heb zelfs een vriend, moet ik hem een vriend noemen? Wat is een vriend? Die lijkt zo te zijn in Vlaams Blok. En u heeft daar begrip voor? U snapt hem? Voor de vriendschap wel. Maar voor zijn ideologie niet. Ik heb het hem ook gezegd, dat het niet mag. Maar je zegt, ja, we zullen dat terugzien, zegt hij altijd. Maar ze zeggen wel eens in Vlaanderen, de schapenvacht gaat verdwijnen en de wolf komt langzamerhand boven. Hè? Voelt u dat ook zo? Momenteel niet, want in Vlaanderen tekenen zich bewegingen die ook tegen de racisme zijn. De mensen zijn misschien wakker geschud en een beetje overal heb je een reactie tegen die beweging. Waar wij met name in Nederland verschrikkelijk van schrokken is dat dat Vlaamse Blok na die grote verkiezingsoverwinning de Hitlergroet aan elkaar bracht. Hè. Ze zongen het Horst Wessellied en nog veel erger. Hun partijcongres wordt altijd afgesloten met ons volkslied, het 5e couplet uit het Wilhelmus. Kunnen ze zich voorstellen dat het hart van de Nederlanders zich dan even omdraait? Ja, maar, u moet dan een beetje reageren. U moet zeggen, wij hebben u liedjes gegeven en u maakt daar misbruik van. U lost heel veel in het leven op met uw lachen, begrijp ik inmiddels. Ja. Die bijnaam, de lachende pater. Is dat een bijnaam waar u trots op bent of wordt u liever anders gezien?
Ja, maar we hebben hier genoeg gelachen, hè? Ja, maar is het een bijnaam waar u mee kunt leven? Of waar u zelf trots op bent? Nee, ik zou zeggen, ik lach veel. De medepriesters die daar zijn, lachen ook veel. Ik weet niet waarom ze... ik heb de indruk dat mijn lachen het meest opvalt. Maar het valt redelijk op, ja. Ik heb niet het gevoel dat ik meer lach dan de... Zij lachen met mij. Ja. Hoe is het toch om een zwarte pater en pastoor te zijn in een bijna helemaal blanke gemeenschap? Ik leer veel bij. En ik denk, ik zou zeggen, 99% is zeer, zeer, vind dat zeer positief, dat ik er ben. En vooral jonge gezinnen die komen, we willen dat u ons trouwt, dat u onze kinderen doopt enzovoort. U werd ook gedoopt door de paters van ons enzovoort. En dat vind ik wel buitengewoon. Nou geeft u aan het eind van de mis iedereen een hand. Soms klapt u ook zelfs nog even voor mensen. Misschien omdat ze heel oud zijn of al zo vaak gekomen zijn. Hoe doet u dat nou in de kerstnacht als er 875 man in de kerk meneer zitten? Meneer Yvonne, ik geef hen allemaal een handje dat ze een beetje zwart worden. Nou is het mooi, u bent de eerste gast. U bent de eerste gast, u doet dit programma 11 jaar, maar u bent de allereerste die niet opgehaald wilde worden. U wou met de trein. En raad eens wat, u stapt nog uit op het verkeerde station ook. Gaat u nou ook weer terug met maar de trein? Maar ik zal u zeggen, het is nogal aanzienlijk verbeterd. Ja? Vergeleken met een paar jaar geleden, ik zou misschien tot kwam in Utrecht... U überhaupt niet aan. Ik zou misschien tot in Utrecht gereden hebben. Slotvraag, zou u ooit terug willen naar Zaïre of zegt u, ik heb hier mijn plek wel gevonden in Antwerpen, ondanks alles wat zich daar nu afspeelt? Ik ben hier heel graag in Antwerpen, tussen de mensen. Ik heb wel af en toe heimwee naar mensen die je graag hebt, die graag ziet, familie enzovoort, heb ik heimwee, vooral dat het gaat om Zaïre, Afrika. Nu, of ik definitief in Antwerpen wil blijven, zonder enzovoort, we zijn missionarissen. De kerk beschikt over jou, je krijgt een benoeming enzovoort, waar men u nodig heeft. En dat heb je maar te doen. Dus dat kan zijn dat ik een paar jaar in Antwerpen moet blijven. Dat kan zijn dat, dat ik in Almere moet komen. Als u mij vraagt, wil ik wel almozenier worden van Tros. Pater de Maze, Vlaanderen hield al van u. En ik weet zeker dat Nederland u nu ook diep in het hart gesloten heeft. Dank u wel voor uw komst. En mag ik nog iets zeggen? Ja, ja, zeker. Ik werd uitgenodigd door Tros. Ik moet u bedanken. Hartelijk dank. En u krijgt van de mensen van Antwerpen een boeketje Vlaanderen. U bent fantastisch. Het boeketje Vlaanderen. Dank u wel. De afgelopen 4 jaar werden van hen ruim 4 miljoen LP's en CD's verkocht. In tientallen landen scoren ze de ene hit na de andere. Onlangs nog gaven ze een concert in Glasgow voor 100.000 man. En volgens de kenners wordt dit hun jaar. Een van de absoluut toonaangevende Engelse popgroepen van dit moment. Ze zingen live een prachtig lied. Good Night Girl, hier is Wet, Wet, Wet. Dank u, dank u. Tell me a
Good day. Wet, wet, wet. Perfecte popmuziek. 12 jaar lang was Wordt U Al Geholpen, de topcomedy-serie van de BBC, die in tientallen landen met groot succes werd uitgezonden. Tot de schrijvers en acteurs het welletjes vonden. Maar wat gebeurt? Sinds begin dit jaar is dezelfde cast terug op de Engelse televisie met een vervolgserie op Old Mr. Grace na. Dat was de oude baas en eigenaar van Grace Brothers. U weet wel, dat was de winkel waar zich destijds in Wordt U Al Geholpen alles zich afspeelde. Hij is overleden, maar hij heeft zijn personeel een hotel nagelaten op het platteland. En daar spelen zich opnieuw de meest kolderieke verwikkelingen af. Alsof er niks gebeurd is, treffen we in die landelijke omgeving Captain Peacock, Miss Brahms, maar vooral Mrs. Slocum en Mr. Humphreys. It's 9 o'clock and it's a beautiful morning. Time for you to rise and shine. Oh, well, give me a moment and I might manage to shine. I had the most extraordinary dream last night. I dreamt that the farmer's daughter came in here and got into bed with me. That's not like you, Mr. Humphreys. What happened? Nothing. That's more like you, Mr. Humphreys. Bij ons vanavond de twee hoofdfiguren. De Mrs. Slocum, Molly Sugden en de Mr. Humphreys, John Inman. When, Mrs. Sugden, did you discover for the first time that you could make people laugh? When I was 5 years old. But it was by accident. I was, I'd been to a little concert at a village church, and I'd heard a little piece of poetry that was quite funny, and I could remember it. And so when we had a family party, I said it, and I was very surprised to find that everybody laughed. But I was very pleased, and since then I've always liked making people laugh. And then you decided that you wanted to become an actress, probably? Much later. Yes? How old were you? Oh, well, then I was about 10. when I realized there was such a thing as theatre. Yes. This new series means something special to you, I presume, because it happens at a time when a normal actor thinks of retirement, or not? Oh, I don't think actresses ever retire. They're like old soldiers, they never die. They just fade away. Yes, but it happens that you never can lie about your age, because when you were 41, you got your twin sons, not? Yes. That's true. And how old are they now? 29. Thank you very much. Now you know. Mr. Inman, it's 7 years ago since the BBC closed the doors of the department store. Yes. A lot happened with you, because in America, for example, you became sort of a cult figure like Benny Hill and John Cleese. You've been to America, haven't you? Yes, I have. I've been to America many, many times. In fact, I used to go there because it was a safe place to go. I could go and see shows. But earlier this year, last year, I went over there and, I got mobbed. It's a bit frightening, actually, yes. Because the Americans are very outgoing people. When they like you, they certainly let you know that they like you. How do they let you know? Well, they scream and they go, woo, woo! Is that typical American? Oh, yes, that's very American. That and won't then happen they shout, in English we streets? Love you, Mr. Humphreys, we love you, we love you. Yes, because you were once voted the most popular comedy star in America. That's right, yes, last year, yeah. How much of John Inman is there in Mr. Humphreys? Just the twinkle in the eye. That's it. That is all. Yes, so you're really playing the part. Well, I hope so, yes. I mean, when you've created a part, like we both created these two roles, right from the word go, there's bound to be a lot of you in it. Yes. Otherwise, it wouldn't happen. So, I mean, I don't walk like Mr. Humphreys does. If I did, I'd be arrested, wouldn't I? But I know what you mean, John, about feeling secure in America that no one would see you. They wouldn't know who you were. But I was in Miami some time ago, before America had seen Are You Being Served? And nobody had spoken to me. Nobody had asked for my autograph, except one person from Holland. Yeah. Oh. That does happen.
Yeah. It does happen. Yeah. This is a story you're telling in each and every country where you're being interviewed? No, I was in Paris. And there was a Dutchman too who asked you for your I was afraid so. On the metro, the train pulled out, because I was quite safe. I got off the train pulled out, and on the opposite platform was not one Dutchman, but a whole party. Oh, great. We're lovely people, aren't we? Yes. But in America, what happens, for example, when now you go into a shop for a new suit? Yes. Well, they just scream. You see, they don't have the pecking order that we have in shops. They don't say, "Can I help you?" or "Are you being served?" or anything like that. They say, "Hi there, and how are you today?" and they say that, and then they go mad. They say, "Oh, my God, it's you." Is it possible for you in England to go into a department store? Yes, I get very, very good service. Yes? Oh, I do. No, I get extremely good service because for some strange reason they think that I know all about it. They think I know what I'm talking about. And you can't about. Imagine why, probably. No. And they're not going to measure your inside leg there, or they don't. They No. They don't. No. I know my inside leg. You know it by heart. Yes, I do. From bitter experience. Let's change the subject. You once said, Mrs. Sugden, that my best performance was in the hospital. What sort of performance was that? Well, I can only think. The only time I've ever been in hospital was when I was having twins. So perhaps I gave two good performances. But speaking of people from Holland getting everywhere, we did a very successful stage production of Are You Being Served in Blackpool. And some Dutch motorcycle people had been to the Isle of Man for the TT races. And they must have been coming back. And I saw the Netherlands plate at the back of their motorcycle, and I was in a car being driven along, and suddenly one of the motorcyclists turned and saw me, so I just went like that and he fell off his bike. That's how we Dutch people normally react when we see someone famous. when both their parents are actors, is it difficult to give children a normal childhood? Oh, no, it's fairly easy, because both my husband and I were in television. We didn't do any theatre work until they were about 12 years old. So I was always at home. And we are in a nice position in situation comedy, where usually you work in the morning and then you go home in the afternoon. You're so funny in the morning. Not really. But at least you know you're going home, so that you don't leave that alone. That's what makes you feel funny, yes. Are your sons great fans of yours? Do they like your performance? No, they're too used to it. They just accept it and ignore it now. And the grandchildren? Ah, not yet, but soon. And how about your grandchildren? Are they a big fan of yours? All my grandchildren are, yes. They're scattered about the country somewhere. It's not a remake of an old series. It's a completely new series. Yes, it is. With the old characters. Yes. Did you have any hesitation in returning to the same sort of series? Well, none at all. The only proviso that I made was that everybody else would be there. And I think it was the same for you, Molly, wasn't it? You said, yes, if the old crowd are going to get back. How was the switch from the department store to the country manor, the house where you're living now? Well, we've been very, very good and stayed at our posts till the very end. And Mr. Grace, as you said, has gone to that big fitting room in the sky. He has left us. Instead of a pension fund, he's invested in this 15th century manor house, which is more than Robert Maxwell did, you know. It's a bit it's a bit like that. Yes. And so, therefore, we go and have a look at it, and as we're out of work, I mean, the store is closed, we've nothing to do, so we decided to make a go of it and try and run it. But we are, I think we feel a bit more able to rebel, because they can't give us the sack. And you like to rebel? Oh, Mrs. Slocum's always liked to rebel, but she hasn't always dared to do so. No. And Molly Sugden likes to rebel as well? No, I'm very easygoing. It's not a great social document, the series. It's not, let's say, for the ultra-sophisticated. That's what one can say.
There's no answer to that. Oh, yes, it is. No, it isn't. You're quite right. It isn't for the great sophisticated. There's nothing to think about. All you've got to do is sit back and enjoy it and laugh, because it's funny. It's still postcard humour, exactly the same as Are You Being Served One, because we're very lucky to have the same writers. Yes, but because, for example, you're still making the same frequent references to your pussy. Well, she's gone with me. She's there, you see her. And it's I'm here to tell you that cat is a very good actress. To start with, it's a fella. I know, and when Captain Peacock makes his loud moans in the bathroom, the cat puts its tail up and runs up between and under my bed, will you? Now, the reason why I ask, because in America it was broadcast on, let's say, the educational channel, PBS, which is a high-standard, high-quality channel. Mm, right. Isn't that a contradiction? It says a lot for their education. <that's> it, right? And the same line is still there, right? I'm free. You're still free? I'm still free, yes. So I don't think it's in every episode, but it's in one or two. It's such an enormous part of your life, you're playing this same character. Don't you feel more or less trapped by the character? No, I love it to death. I really do love it to death, and my bank manager is so thrilled as well. So. Is it the series that made you a rich man? Well, it helped, shall we say. Did it make you a famous man? Yes. Did it make you a free man? I'm free, yes. We're all looking very much forward to the series. It was a great pleasure and an honor having you here. Thanks very much. Thank you, Mrs. Sugden, Mr. Inman. Thank you. En dan nog even terugdenken aan Beb van Klaveren, die deze week op 84-jarige leeftijd overleed. Niet alleen omdat hij de enige Nederlandse bokser was die ooit Olympisch goud won in 1928, maar vooral ook omdat hij zo uniek was. Gouden medaille nog? Ja, nog steeds, ja. Waar is die al niet, dat ding? Oh, in die koffer. Ja, ik was hem maar eens kwijt door mijn zoon. Dat is al een oud bak ding. Maar ik hoorde toevallig, hoorde ik hem beneden zeggen, nee, ik moet er 20 glazen knikkers voor hebben, anders dan doe ik het niet. En toen ging hij naar beneden, zei, wat heb je te verkwansen? Niks. Ze haalde uit de zak, toen kwam die medaille ervoor, ze haalde ook kwijt, geweest 20 glazen knikkers. Ja, ik had 3 auto's, ik weet niet hoeveel overhemden, dassen, schoenen, pakken ik allemaal te krijgen, het heen en weer moet. Elk uur kon ik een ander pak aantrekken als het moest. Jongen, we hebben allemaal niks, een hoop geld verdiend, niks overhouden. Geen pose. En je bokst nog elke dag? Altijd, ik train altijd. Altijd train ik. Ik zou je niet buiten kennen. Tot volgende week. Dag.